Hallo allemaal en welkom bij een nieuw spel. Ik heb van de makers van MeepleStation een Steam-code gekregen, want zij hebben een nieuw spel gemaakt. En dat heet MeepleStation. Het is vandaag, als ik het speel, komt het uit. Dat is 17 januari en jullie zien dat op 18 januari zet ik het online. Het is een spel waarbij je een ruimtestation moet maken. En nee, we gaan gewoon beginnen en terwijl ik het speel, dat zal ik het jullie laten zien. Het is nog in de... Nou, ik even kijken. Oh, je kan het hierboven zien. In de alpha-versie. Dus het is nog heel erg nieuw. Er zitten nog heel veel fouten in. Het is nog niet zoals het moet zijn. En nog niet alle functies zitten erin. Ik doe lekker een peaceful optie. Dan is het nog wat vriendelijker en wat makkelijker. En we gaan gewoon een beetje kijken van hoe het spel werkt. Je hebt meeples. Dat zijn jouw poppetjes. En die moet jij in een space station zetten waarmee je kan gaan handelen. Je begint op deze lege kaart. En hier linksboven zie je de dingen die je nodig hebt om je space station te bouwen. Je begint met een bepaald bedrag. En mijn advies is, mocht je dit gaan spelen, om het wel op te maken. Nou, hier staan wat tips en hints en zo. Wij gaan bouwen en wij gaan eerst beginnen. Ik heb gisteren trouwens wel al een aantal keer gespeeld. Dus ik weet al een beetje hoe het moet. Nog niet onwijs goed. Ik heb zelfs toen ik gisteren begon, heb ik heel veel nieuwe dingen geleerd. En... het eerste wat wij gaan doen is hier even een ruimte maken waar ze kunnen gaan werken. Maar ik ga ook bijvoorbeeld een slaapzaal maken. Die had ik niet. En ik ga nog wat andere dingetjes maken. Maar de slaapzaal is waar de meeples, zoals ze dan heten, kunnen gaan slapen. En het is makkelijker en goedkoper om een slaapzaal te hebben. Alleen dan zijn ze niet zo blij, want ze willen liever privacy. Maar als het niet anders kan, dan kan het niet anders. Dus... het is voor mij is namelijk veel goedkoper om dat te doen. En hier met furniture kan ik een bed gaan plaatsen. Dus dan ga ik op deze manier... kan ik namelijk meteen veel meer... oh, van deze meeples kwijt. En dat vinden ze misschien niet heel erg leuk. Maar het zorgt er wel voor dat ik het straks wat makkelijker heb. Even kijken, dit is een dresser. Nou ja, die maakt het wat, zorgt dat het er wat leuker uitziet. Zo, dit is hun slaapruimte... en je moet ze dus zeg maar helemaal in elkaar zetten. En je hebt hier allemaal dingen. Dit is een dresser, of dit is geen dresser, dit is een hall segment. Dat is dit witte wat je hier ziet. Dat is je basis, zeg maar, waar ze in rond kunnen lopen. Hiermee kan je naar een nieuwe verdieping. En dit zijn je deuren. En die deuren zijn wel heel erg belangrijk, want daarmee kan je gebieden afsluiten. Nou, en wat ik dus nu af ga sluiten, is ik ga een gebied maken hier, waar ze naar buiten kunnen. En zo... dit is een airlock. En dat is een airlock. En daarmee kunnen ze naar buiten. Van dit airlock, hier gaan dan schepen aan landen. Die komen dan hier. En dit airlock, daar kunnen ze mee naar buiten om te gaan minen. Je hebt er twee nodig, ben ik gisteren achtergekomen. Dus ook dat soort dingetjes, ja, dat leer je door het spelen. Nou, furniture heb ik dat nu nodig. Ja, ik heb een suit rack nodig. En die zet ik dan hier neer. En nu is dit gedeelte eigenlijk klaar. Maar... je hebt veel meer nodig. Je hebt een plek nodig waar ze kunnen werken in een laboratorium. Die heb ik nu eigenlijk nog niet direct nodig, want die kan ik misschien niet direct beginnen. Ze hebben wel eten nodig. Nou, dit wordt dus de werkplek. En hier hebben ze een refinery. Daarmee kunnen ze erts, wat ik kan gaan minen, kan ik om gaan zetten. En life support. Nou, hoe gaan we dat doen? Wij gaan weer wat bouwen, want dan gaan we een speciale zaal maken voor ze. Waar... life support in is. Even kijken. Zo, modules. Kijk, dit hebben we nodig. En niet alleen dat, ze hebben ook zo, die nodig. Even kijken. Zo, dat ga ik. Ik kan niet draaien, dus dat is wel een beetje jammer. Je kan, het is een 2D-spel. Even kijken. En het is nog een beetje ruw, om het zo te zeggen. Even kijken, afspelen. Zo. Dit zijn zonnepanelen en hopelijk gaan ze zo meteen zeggen van... oh, nou, dit is mooi gedaan, je krijgt stroom. Nou, daar lijkt het niet op. Even kijken. Ik ga het nog iets groter maken. Hier, even kijken, zo. Ja, want dan kan ik namelijk...
wat batterijen daar neer gaan zetten. 1, 2, 3. En nu hebben ze dus allemaal stroom. Nou, deze batterijen hebben stroom, deze hebben nog geen stroom, wel stroom, ja. Maar, zoals je ziet, het is niet genoeg stroom. Het is te weinig. En ook, je ziet dat O2, dat is zuurstof, dat is er ook nog niet genoeg. Dus wij gaan eventjes wat meer stroomverzamelaars neerzetten. En dan kunnen we gaan kijken of hij... Ja, nu heeft hij genoeg stroom. De zuurstof is nu ook genoeg, alleen hier nog niet. Dus dat is belangrijk. We moeten dus meer van deze dingen neerzetten. En dat zijn life support. En die zijn best wel duur, dus dat moet ik wel meteen goed doen. Want anders gaat dat fout. En hier is een... Even kijken, een bulkhead. Zo. Hebben we al genoeg... Hier hebben we nu zuurstof, hier hebben we zuurstof en hier hebben we nu zuurstof. We hebben nu genoeg. Dus dat is mooi. En dan hebben we nog wat extra spullen nodig. Ik heb in ieder geval nog één kamer nodig voor de kapitein. Want die is een beetje een zeurpiet. Die wil graag in zijn eentje slapen. En als je dat niet doet, dan wordt hij heel erg ongelukkig. Nou, hij krijgt even een beetje een saai huisje. Even kijken, waar is de deur? Een bulkhead weer ertussen. Zo. Zometeen kan ik dit dan aanwijzen. Zie je, elke keer als het zo'n deur heeft, dan is het een aparte ruimte. Hier is ook zuurstof. En nou, zoals je ziet, je bent in het begin echt bezig. Ik heb nog 2000 credits om je... om je basis neer te zetten. En nu is het ook wel, zoals ik het speel, heel erg makkelijk hoor. Dus dat, daar moet je je niet op verkijken. Ik speel het echt op easy mode. Even kijken, zo. Dan kan ik met dit, met deze rigging, kan ik een... dit is eigenlijk, als je kan het, ja, hier kan je het een beetje zien. Daarmee kan je dus een soort kabels leggen, zodat je buitenom toch stroom op alle plekken kan krijgen. Nou, dat is me nu gelukt. Ik heb nog 450 geld en dan gaan wij eigenlijk alvast even beginnen om een... even kijken, waar zou ik dat kunnen doen? Ja, zie, ik heb mezelf een beetje ingebouwd, dus dat is niet heel slim. Ik kan deze kant op, want hier komen geen schepen. Ik kan hier een... ik ben wat vergeten. Ik moet ze een... eetplek geven. Dus we gaan hier nu even een, hopelijk met genoeg geld, een eetzaal geven. Want anders worden ze ook ongelukkig. Deze gaat toch echt eventjes weg. Zo, dan zet ik dat weer neer. Dat gaat ook weg. Die gaan wij aan de... Even kijken. Die ga ik hier neerzetten. Zo. En dan gaat... het laboratorium. Nou, het laboratorium is nog niet echt nodig. Die kan ik ook later makkelijk krijgen. Even kijken, hoe doen we dat hoor. Dit is eventjes even puzzelen. Want ik vind het namelijk belangrijker dat ik die kant op kan gaan met mijn... Even kijken, dit moet... Is die duur? Nee, het is niet heel duur. Ik ga toch eerst even eigenlijk dit bouwen. Zo. Het is even een eetzaal. En ik heb nog 1400 credits. Dus dan ga ik ook nog eventjes hier toch maar dit doen. Oh. Nou, zie je, dus dit. Ik moet nog een beetje oefenen met het... met het bouwen van dingen, dat gaat... Dit vind ik zo raar. Oké, nu klopt die. Wacht even, misschien... Ik weet al wat ik kan doen. Kijk, die vissentank die ik daar heb staan, die heeft geen stroom nodig. Die kan ik dus hier zetten, zo. En dan kan ik deze... hier zetten en dan is iedereen
blij. Want dan kan ik hier op deze... Als je, wat je trouwens op de achtergrond hoort, is de kat die in een hele grote doos is gegaan. Maar dan kan ik hier zo meteen, kan ik... Nou, tenminste zo meteen. Dat laboratorium kan ik dan hier plaatsen. Bijna daar plaatsen. Dus dat gaat allemaal wel goed komen. Zo, jij gaat dan... Hier wordt de connectie gemaakt. Dan is hier nog wat ruimte zo meteen. Even kijken, deze zijn niet meer nodig. Even weghalen. Zo, nu ziet het er weer een stukje netter uit. En hier was ik tafels aan het neerzetten. Kijk, hier kan je een tafel neerzetten. 1, 2. En dan, als je daar dan stoelen op bij zet, dan gaan ze daaraan zitten om te eten. En dan moet ik natuurlijk ook een deur... Is dit hem? Ja. Zo, deze deuren zorgen er ook voor dat de zuurstof overal goed blijft. Nu hebben we 1 slaapplaats voor de kapitein. En eigenlijk moet ik dan ook nog slaapplaatsen maken voor de anderen. Maar die hebben dan een beetje pech. Dan zal ik dit wel herbouwen. Nou, ik heb nog genoeg geld. Dus we gaan eventjes kijken. Zo. Heb ik daar nu iets weggehaald? Ja. Zoals ik zeg, het is nog in de alpha-versie. En dat houdt in dat het dus een beetje ruwe kantjes heeft. Maar, kijk, ze krijgen een eigen kamertje. Alleen dat eigen kamertje is niet heel erg groot. Kijk, dit is de kapitein en dit worden zijn officieren. Ze moeten al lang blij zijn dat ze hun eigen ding krijgen. Zo, en dan moeten er hier ook weer deuren in. Voor hun privacy. Kijk, nu hebben we genoeg dingen. Alleen, nu moeten we dus wel gaan kijken of we nog genoeg zuurstof overal hebben. Nou, dat hebben we. Even kijken. Ben ik nog wat vergeten? Ik heb nog 575 geld. Nou, dat gaat straks wel veel makkelijker worden. Ik denk, we gaan gewoon beginnen. Dan kan ik op launch drukken. En wat er dan gebeurt is, dan gaan wij een plek kiezen waar wij heen moeten. En nou ja, elke keer als ik dan ergens klik, dan zie je linksboven, kan je zien wat er allemaal te vinden is. En ik wil een makkelijke startplek hebben. En hun advies was om een plek te kiezen waar je veel spullen kon vinden. Oh kijk, ik zie hier, allemaal dingetjes, meer dan 1. Zo. Kijk, deze heeft er 2. Hazards Extreme, dat zijn piraten, dat wil ik niet. Even kijken hoor. Dit zijn trouwens handelsroutes, dus hoe beter die handelsroute eruit ziet, hoe beter voor je spel. Maar zoals ik nu kijk, zie ik niet heel erg veel. Dus ik denk dat we dan maar hier ergens moeten gaan zitten. Zo, kijk, we hebben Richness High, Trade is goed. Wij gaan gewoon daarheen. En nu gaan wij ons station daarheen slepen. En dan begint het spel eigenlijk. Het eerste wat ik doe is... Nou, hij staat al op pauze gelukkig. Kijk, zo ziet het spel eruit. Of zo ziet ons station eruit. En wij moeten nu hier gaan kijken voor een kapitein. Dit zijn de meeples. En ze hebben allemaal eigenschappen. Deze is blij en afgeleid. En hij is een beetje schaamt zich snel. Maar wij moeten dus nu eentje gaan zoeken die een goede kapitein kan zijn. Een strong nature, nou dat is een goede. Powerful stature, dat is ook een goede. Clumsy, nou ja, ik weet, clumsy is dus heel erg onhandig. Maar deze is, goed, dit is de kapitein geworden. Ja, en dan, even kijken, dan kan ik hier op zijn bed klikken. En dan kan ik zeggen, jouw kamer. Nou, dat kan ik bij deze ook gaan doen. Heb ik ook voor andere mensen. Ja, dit kan ik nog niet doen. Dit moet ik gaan unlocken. En dat kan op een gegeven moment, ik weet niet precies wanneer, maar op een gegeven moment kan ik dus van deze poppetjes aan toewijzen. Wat ik nu moet gaan doen, is deze poppetjes een taak gaan geven. Er is er eentje die is
Een loud snorer, nou ja, kijk, dat is dus een beetje onhandig, want dan houdt hij die anderen wakker als ze hier slapen. Dus eigenlijk moet hij hier in een van die dingen gaan doen. Maar, kijk, deze is clean, dus dit zou eigenlijk een hele goede schoonmaker zijn. Even kijken. Oh, nou, we gaan gewoon beginnen. Jij wordt gewoon een... Hij is astrofobic, hij kan geen miner worden. Dan wordt hij een refiner. Dan die gaat de erts omzetten. Jij bent clumsy. En jij bent... dan word jij een miner. En jij wordt een schoonmaker. Nou, dat is het. Ze hebben nu allemaal een taak gekregen. En... Even kijken, gaat de snelheid omhoog. En nu beginnen ze te lopen, gaan ze hun dingen doen. En ze praten met elkaar, het wordt ook vies. En dan zie je dus allemaal vlekken op de vloer. Ik vind nog wel dat het wel heel erg... Oh, wacht even. Heel snel heel erg vies wordt. Ik moet nu eventjes wat spullen gaan verzamelen. Even kijken, wat heb ik hier allemaal voor erts? Room value look... Oh, dit is een... Zo, dit is dit spul. Nou, weet je wat, we beginnen gewoon hiermee. Ga dat maar minen. Kijk, hier kan je ook zien dat deze room value is slecht. Deze room value is luxe. Nou ja, maar ja, dat komt omdat hij heel groot is en een heleboel dit soort planten heeft. Kijk, deze is misschien niet zo luxe. Maar ja, hij is wel eens eentje, dus dat is wel goed. Kijk, hier krijg je allemaal tips en zo. Hier zie je dat ze met elkaar praten. En even kijken, als ik erop klik... Dan gaat hij hem volgen, dus dat is niet onwijs handig. Maar even kijken, hier kan ik dat doen. Even op pauze. Dan kan je dus, als je op zo'n poppetje houdt, dan zie je dus dat Poepokwi is begonnen te praten. En hij heeft, je ziet aan de linkerkant, zie je die groene dingen, al die dingen die hij heeft gedaan. Dat is zijn geschiedenis, zeg maar. En je kan ook op die manier zien of ze blij zijn. Dit wordt dan steeds roder als ze ongelukkig zijn. Nee, in het begin zijn ze allemaal wel blij. Totdat je het verprutst. En hier zie je deze miner. Zie je dat doen? Oh, ik ben nog iets vergeten te doen. Kijk, dit. Als ik daar op de T druk, dan kan ik daar dus een trading ding van maken. Dan kun je zo meteen gaan er dus, als het goed is, schepen komen. En met die schepen kan je gaan handelen. En dan kan je dus de spullen kopen die je nog nodig hebt. Nou, en wat ik nog nodig heb, is... meer mensen. Nou, ik krijg meer mensen doordat ik veel bedden heb, dus dat is al goed. Alleen ik heb dan ook nog een research station nodig zometeen en dat heb ik nog niet. Oh kijk, daar is mijn eerste schip. En dan gaan we kijken of er misschien ook een nieuwe meeple aankomt. Dat zou wel... Kijk, nieuwe meeple staat hier ook. Die is er nog niet. Zal ik gaan traden? Ja, ik heb eigenlijk... even kijken, wat heb ik nodig? Oké, hij staat al op pauze. Even pauze, ik moet hem even op bouwen zetten en... Ik heb coccolite, durethite, crow... Zo, ik heb van... Laten we met coccolite beginnen. Dat heb ik nodig. Ik heb coccolite nodig. Oké, waar sta je? Zo, dat is stap 1. En kijk, en ik kan hier dit verkopen. Zo, en dan heb ik dus wat geld verdiend. En hier is mijn refinery. Als ik daarop klik, dan kan ik zeggen, ik wil, niet coccolite, ik wil van brothium, wil ik iets gaan maken. En dan wil ik dit gaan doen. Dan kan ik er eentje doen en dan add. Maar ik kan hier dan op infinite zetten en dan blijft hij gewoon doorgaan. En dan gaat hij dus, dan gaat hij door. Zo. En dan kan ik hem weer op play zetten. En dan gaat zo meteen, gaat er iemand hier, hij... Gaat hierheen en die gaat het dan voor mij produceren. En dat is belangrijk. Hier zie je het dan hoger worden daar linksboven. Want dat kan ik dan weer hier verkopen voor winst. Maar kijk, hij heeft geen geld. Even kijken. Nou, er was er nog meer wat ik nodig had. En even kijken. Ik had ook nog durethite nodig. Nou, dan gaan we kijken of hij durethite heeft. Ja. Zo, durethite heb ik ook. En, oh kijk, er zijn aliens aan boord gekomen. Zie je dat? Dat zijn die groene beestjes. Even kijken naar crowlite en laserite. Crow, ik heb geen, ja, zo, 10. Oh, ik heb niet genoeg credits. Dan moet ik eventjes wat, dit gaan verkopen. Zo.
Oké, dan moet ik even wachten tot ik weer wat meer geld heb zometeen. En dan kan ik hier een laboratorium gaan bouwen. Kijk, dit is nog steeds locked. Dat is jammer. Heb ik al een extra meeple? Oh. Nee, ik heb nog geen nieuw poppetje erbij. Hierboven zie je mijn rang van mijn station. En dat is nog niet zo hoog. Hoe hoger die wordt, hoe meer mensen bij mij willen gaan wonen. Wat is er met hem aan de hand? Of met haar? Even kijken. Happy at work. Eat some fish. Oké, nou ja, mooi. Tempo is hoog, dus dat gaat door. Nou, hier is nog een trader. En die trader gaan wij dan weer wat van onze brothite geven. Zie je zo, dan heb ik weer wat units. Dan kan ik hier weer... Kijk, dit kost namelijk 25 eenheden. 25 credits, dus dit is gewoon een beetje heel duur. En hier zie ik social conflicts aan. Sommige van die meeples die kunnen niet met elkaar overweg. En dat... Ja, dat zorgt dus voor dat ze boos op elkaar worden. Kijk, hier zie je ze. Kan je het een beetje zien? Ja, je kan het een beetje zien. Zie je, dan gaan ze zitten en eten. En terwijl ze eten, praten ze. Mijn kapitein is een chagrijn. En even kijken. Nou, de janitor zie je hier. Die is dingen aan het schoonmaken. Op een gegeven moment kan ik hier dus gaan researchen. Alleen, daar heb ik eerst een scientist voor nodig. En een scientist kan ik pas krijgen als ik dit heb unlocked. Dus het is even wachten. Oh, kijk, ze gaan hier gewoon sneaky slapen. Nou ja, dat mag. Ja, eigenlijk weet ik niet of het mag, maar ze willen dat. Even kijken, wat ga ik nu doen? Nou, ze hebben dit gedaan. En we hebben hier nu 42 van dat brothium. Dus ik ga nu zeggen van, weet je wat, we hebben nu genoeg brothium. Ik wil dit spul. En dan gaat die miner gaat dan dat verzamelen. Er is hier iets. Ja, dan gaan we dit zo meteen weghalen. Ik heb geen idee wat het is. Het is eigenlijk op een verborgen station. Misschien zou ik daarheen kunnen werken. Ik zie hier ook wat dingen achter. Zie je dat? Er zitten allemaal dingen achter verstopt. Misschien is het gewoon een bug hoor. Dat zou ook heel erg goed kunnen. Het is nog een alpha fase waar we in zitten. Dus het zal ook zomaar kunnen crashen. Mocht het spel crashen tijdens de demo, nou ja, dan is het natuurlijk direct ook voorbij. Maar, oh, weer een trader. Is dit nu iets goedkoper? Nou, het is nog steeds 25, maar ik heb wel meer hiervan. Dus dan gaan wij daar even de helft van verkopen. En ik heb, even kijken, waar is dit? Steelite, als ik dat heb. Kijk, dat is wat goedkoper. Dan kan ik dat kopen. Maar met Steelite... Kan ik... Even kijken, waar is het? Kan ik dit maken? Ik kan zelfs dit maken. Duralite en Crowlite. Ja, maar Duralite heb ik gekocht. Brothium. Hé, waarom... het is dat of dat. Nou ja, ik ga gewoon even dit laten doorbouwen. Hij gaat hier even mee door. Even kijken, heb ik genoeg geld om... 1, 2, 3, 4. Zo, ik heb nog één dingetje nodig. En wat is dat dingetje dat ik nodig heb? Dat is laserite. Wacht even. Oh, hij is net weg. Ja, maakt niet uit, er komt zo meteen wel een nieuw schip aan. Het begin hiervan is inderdaad een beetje langzaam. Nog alleen, het gaat natuurlijk om op een gegeven moment als je genoeg handelsroutes hebt, dan kan je ook je schip heel erg uit gaan breiden. En dan kan je dus van plek naar plek gaan reizen. En dat kan ik dus nog niet. En dan kunnen piraten komen en alien invasions en asteroids en zo. Maar dat gaat bij mij als het goed is niet gebeuren omdat ik Piesel heb gekocht. Of Piesel heb gekozen. Laserite, waar ben je? Even kijken. Oh wauw, die is 60 kost die. Ja, die had ik dus misschien toch wel maar beter in het begin direct kunnen bouwen. Want, even kijken, wat... Gaan we dan naar Brothite. Daar heb ik 600 credits voor nodig. In totaal. Heb ik iets anders wat ik nog kan doen? Dit is... er is iets wat ik mine natuurlijk, hè. Wat doet mijn miner? Waar is hij mee bezig? Even kijken. Dit is... Ja, dat spul. Maar dat zie ik dus niet terug hier. Zie je dat? Morillium.
8. Even kijken. Create tickets. Morillium. Morillite. Nou, zie je, dit kan ik maken. En dan kan ik zeggen dat ik die belangrijker vind. En dat we die infinite maken even. Kijk, 20. Ja, het begint nu ergens op te lijken. We beginnen steeds meer spullen. 30 heb ik er nu al. En dan kan ik dit gaan verkopen, want dit is ook maar 5 waard. En dat is nu nog wel zo. Er komt meer... even kijken. Er komt meer aan straks, zodat je dus new trade features coming soon staat hier. Want het is nu natuurlijk zo dat als ik het verkoop en koop, dat kost gewoon evenveel. En normaal is het natuurlijk zo, als je iets koopt of verkoopt, dan krijg je verschillende prijzen voor. Omdat je anders altijd alles gewoon terug kan wisselen. Dus nu is het eigenlijk gewoon een ruilstation. En niet zoveel een verkoophandelaar. Even kijken, doet hij wel goed zijn werk? Steelite, ja, ik heb dat spul nog niet echt, hè? Ah jawel, het begint nu te komen. Kijk hier, eentje. Morillite. En er komt weer het volgende trade ship. Ik wil even kijken of het me lukt om dit te laten zien in ieder geval. En nieuwe meeples zou natuurlijk wel leuk zijn als ik er eentje extra kreeg. Kijk, ik heb er nog steeds maar 4. Het is in ieder geval heel schoon overal. Hij gaat slapen. Nou, ik heb dus heel veel bedden gemaakt, omdat het gisteren toen ik speelde, kreeg ik in één keer heel veel nieuwe popjes. Dus ik weet niet wat er nu echt heel anders is van waarom het nu langzamer gaat. Zo, kijk. Even kijken, ik kan hier wat mee doen. Wat is er nog meer? Refine, ja, dat hebben we gehad. Dit zijn de poppetjes die we hebben. Dit is het bouwen wat we dus kunnen doen. Dit is het mining gedeelte. Kan ik nog meer iets bouwen? Toevallig iets nieuws? Ja, ik kan dit maar. Dat is Brothium en Morillium. Oh, hey. Wacht even. Zo. Dit is Brothium. Brothium. Oh, mijn Brothium is op. Gaan we dat weer even verzamelen. Zo. Kijk, kan ik hierbij? Zo. Werkt dat? Oké, nu gaat het goed. Ik ga dit maar even halen. En dan gaan we die andere tussenfase maken. En... oh, mijn renown is weer nu 6. Maar ik wil wat nieuws hebben. Ik wil het ding wat hier zat. Ik weet niet wat ik ermee kan. Glublia. Hartstikke leuk. Dat is vast duurder. Daar kan ik weer wat meer geld mee verdienen. Ik moet alleen even wachten tot ik weer wat spullen heb. Ja, kijk. Glublia. Hup. En dan zetten we deze op. Die halen we weg. Deze zetten we even op infinite. Ja, hier heb ik er heel veel van. Die heb ik er hier alleen nog heel veel van nodig. En dan kan ik hier wat van gaan maken. En dan gaan we kijken hoeveel Glublia waard is. Ik heb er in ieder geval 1 van. Nou, kijk, er is alweer het volgende handelsschip. Dus het is nu nog een beetje... of het is misschien omdat ik het te makkelijk speel... maar het voelt nu nog dat het allemaal heel erg... easy mode is inderdaad. Zo. Oh, een nieuw meeple has arrived. Zien jullie dat? Even kijken. Glublia. Zie ik dat hierin staan? Nee, ik kan het niet eens verkopen. Oké, waarom wil ik het dan hebben? Even kijken. Nee, nou ja, ik ga het gewoon even maken en dan zien we wel. Hallo, meeple. Wat ben jij? Een lazy worker. Hij is astrophobic. Nou ja, dan ga jij maar een refiner zijn. Dan gaan ze met z'n tweeën gaan ze dan dingetjes verbouwen. Enig wat ik alleen dus jammer vind... is dat ik mijn Glublia niet kan maken. Dan zal ik eens kijken of ik hier misschien nu iets nieuws kan bouwen. Even kijken. Oh, maar dit... Ja, maar
Oh, Glooblia, dan kan ik een... Ik heb geen idee wat het is. Een Globomite maken, maar alleen... Dat is niet heel erg handig, want ik heb die spullen nu nog eventjes nodig. Ik heb 600 nodig, hè? Even kijken. Wat heb ik? Ik kan dit verkopen. Ik kan dit verkopen in ieder geval. Ik moet richting die 600 gaan, want ik heb Laserite nodig. Even kijken. 82 Brothite. Ja, daar kan ik ook wel heel veel van verkopen. Ja, het probleem is... Ik zeg wel dat ik er heel veel van kan verkopen, hè, maar kijk eens naar het geld van die persoon. Nu is het natuurlijk wel zoals ik nu Laserite ga doen. Dat ik op die manier wel weer... 120, yes! Tada! En nu kan ik deze bouwen. En die bouwen we hier. En nu heb ik dus, kijk, nu kan ik meteen meer dingen laten zien. Deze gast, die niet zo blij is, die wordt een engineer. En met een engineer, die kan gaan bouwen. Want dit moet namelijk gebouwd worden, dit is er nog niet zomaar. En dan zetten we het tempo even aan. En dan hebben wij een, zie je, nu wordt het daar gebouwd. En dan hebben we een laboratorium en hopelijk gaat dit dan ook omhoog. Kijk, gaat naar 8. Kan ik nu? Ik kan dit nog steeds niet doen. Even kijken. Nou, hij is nu geen engineer meer nodig. Hij moet... Wat is er met zijn hem aan de hand? Refiner. Ga jij ook maar refiner zijn? Dan gaan ze met z'n tweeën dat refinen. Ik heb nu 7 Globalite. Kijk, alles wat ik nu maak bij Create a Ticket... ...kan ik echt gaan gebruiken. Vijf. En als we dan 5 hebben gemaakt voor alles, dan moet ik ze weer iets anders laten maken. Zie, dan is de queue leeg. En dat komt mij dan wel weer goed uit. Even kijken. Hier de miner. Die ga ik weer dit laten doen. Dan is dit weer leeg. Ja, new meeple has arrived, dat weet ik. Dat heb je al gezegd. Zo. Dus niet nog één, toch? Nee, kijk. Je moet dit ook bijhouden, dat dit goed gaat. Maar ik kan nu dus geld gaan verdienen met alles wat ik binnenkrijg. Want dit heb ik namelijk allemaal veel minder nodig. Alleen als je het eerst refined, dan krijg je er natuurlijk meer geld voor. Kijk, Globomite, die wil ik op een gegeven moment gaan maken. Ik heb hier deze. Crossalite heb ik nu. Ik heb dat, heb ik, dat heb ik. Kan ik nog iets anders leuks nieuw bouwen? Morillium. Heb ik dat nog? Ja, dat heb ik ook nog. Ja, ik wil dit ding. Kom op. 8. Sure. En dan, als we zo meteen... Ook goed, zo. Zetten die erin. En dan gaan ze rustig door. Kijk, hij begint gemaakt te worden. Oh, maar wacht even. Dit had ik niet nodig. Ik wilde die. Kijk, daar staat die. Ik weet niet wat ik eraan heb. Maar het kan vast geen kwaad. Zo. Hij wil niet, want wat heeft hij dan nodig dat ik nu elke keer... Oh, 1. Tada! Need more minerals. Ja, maar welke minerals heb ik ook alweer nodig dan daarvoor? Hé, hey, hij is... Brothite heb ik nodig. Oké. Deze heb ik genoeg. Zo. Nou, kijk, dan kunnen we deze hopelijk wel maken. Gaan ze dat doen? Ja, dat gaan ze doen. Nou, en zie je, op deze manier kan je dus een hele trade route doen. En dan ga ik nu even kijken als ik...
als ik dit heb, of ik dat een beetje leuk kan verkopen. Kijk, dat is 80 waard. Globemite. Zie, daar kan ik al wat mee. Hopla, dan is mijn geld meteen een stuk hoger. Zijn geld een stuk lager. En op deze manier kan ik dus toch nog wat leuks verdienen. Kijk, hij staat hier nog aan. Hij wordt rustig gemaakt. En dat heb ik nog. Proselyte heb ik ook nog. Brothite wordt aangewerkt. En Brothium heb ik ook. Dus, zo. 9 maak ik ervan. En dan heb ik een beetje een leuk inkomen. Zie je, mijn status hier gaat ook al omhoog. Dan kan ik hier gaan kijken. Nou, ik kan ze nog steeds niet maken. Ik denk dat ik toch nog wat meer poppetjes nodig heb. Want op het moment dat je dat gaat doen, ben je natuurlijk wel 3 van je poppetjes kwijt aan officiersfuncties. En die doen dan eigenlijk niks meer. Het is alleen, wel belangrijk dat, dat je groeit. Kijk, hier is nog meer spullen komen hier zomaar naar voren. Dus ik denk dat ik dit uit ga zetten. En ik ga jouw miner, toch dit even laten uitgraven. Want ik ben wel benieuwd wat daarachter zit. En, nou, we zijn daar rang 11 geworden. Dit is nog steeds locked. Wat heb ik nodig om nog een fish tank te maken? Brothite en Moralite. Nou, dat kunnen we hier gelukkig zelf maken. Even kijken, want ik wil nog een fish tank, anders hebben ze straks namelijk honger. Dit is Brothite. Ja, nou, en Moralite. 9. 10 heb ik nodig. Jij bent klaar. Even kijken, wat heb ik hiervoor nodig? Moralite. Oké. Zo. Uiteindelijk moet ik namelijk naar 10 hiervan toe en 10 hiervan. Even kijken, dit kan dan weer weg. Kan ik dit weer hoger zetten? Nee, ik moet hier even verwachten. Nou, daarom heb ik daar 2 mensen op zitten. Hoe gaat dat hiermee? Hier is er een trader. Hij heeft 19 Globemite. Hij betaalt er 80 voor. Ik wil toch weer wat geld hebben. Nou, wat ik in mijn vorige potjes dus deed, was dus gewoon die spullen kopen, omdat het wat makkelijker was. Maar nu hou ik me wat meer aan de regeltjes ervan. En zorg ik er dus voor dat ik alles via het handelen doe. En dat is op zich ook wel leuk. Hier kan je trouwens zien dat ik 165 van de 500 opslagplaatsen gebruik. Nog steeds niet. Ik heb Brothlight. Oh, dat ben ik ook helemaal niet aan het maken. Ik moet even create ticket. Add. Zo. Kijk. Dat gaat al een stuk beter. En nu hebben we dat. Zo, die glaadjes zijn wel grappig. We hebben er al 5. 6, 7. En nog eentje. Of heb ik die al en ben ik nu gewoon veel te veel aan het maken? Oh, ik heb er al 10. Nou, dat betekent dus dat ik dan, ik heb er 20 nodig. Ook goed. Even kijken. Deze. Ja, ik heb er nog niet genoeg. Van die heb ik er ook niet genoeg. Zo. Laten we eens gaan kijken hoe ver we komen. Die vierkanten heb ik er 9 van. Need more minerals. Brothium, oh, daar heb ik niet genoeg van. Heb ik niet toevallig een nieuwe meeple erbij? Nee. Dat is jammer. Nou, één van jullie. Welke is niet astrofobisch? Allebei zijn ze astrofobisch. Dat betekent dat ze bang zijn om de ruimte in te gaan. En dat is een beetje onhandig. Dan moet ik jou weer weghalen. En dan moet ik jou weer gaan doen.
Hé, hey, hier is er ook eentje. Oh ja, je kan natuurlijk ook nog omhoog en omlaag met... in het spel. Dat is niet heel erg super belangrijk, maar het is wel handig om het even te laten zien. Zo, hier is mijn poppetje weer. Even kijken. Ik was hier bezig met het maken van dingen. Mijn fish tank heeft brothite. Nog steeds meer brothite. Ik wil dit dus maken. Even kijken. Hoeveel heb ik? Ik heb er 10, dus ik moet er nog 10 van kunnen maken. Add. Als deze 10 gemaakt zijn, dan ben ik er. Kijk, dit poppetje heeft nu goed zijn werk gedaan. Ga jij maar weer dit minen. Zo. 16 heb ik er. Heeft hij nog iets nieuws? Nee, niet echt, hè. Even kijken. Zometeen kan ik weer allemaal spullen gaan verkopen. En omdat het dus per trader niet uitmaakt wat de kosten zijn, kan je dus gewoon zo langer een schip is dat doen. Het zou leuk zijn als ze in dit spel erin zouden zetten dat verschillende traders verschillende bedragen rekenden. En dat er dus een... dat je moet kijken, dat je goed moet opletten hoe je het aanpakt. Zo. Dat was niet de bedoeling. Een aquarium zetten we neer. Kijk eens aan. Nu hebben ze meer dan genoeg eten. Ja, we hebben ook nog genoeg stroom. We hebben hier, zijn we level 14. We zijn nu level 15 geworden. En nou, nog steeds niet genoeg. Daarvan hebben we al een extra poppetje erbij misschien. Ook nog niet, dat is jammer. Mijn basis is wel mooi schoongehouden. Zoals je kan zien, er ligt niet onwijs veel rommel. Ik zal even kijken of ik ergens kan zien hoe dat eruit ziet. Het is misschien al op, misschien had je het al ergens gezien. Oké, hij vindt het hier wel vies. Het zit hier precies hierachter. Zat de viezigheid. Even kijken. Nee, ik zie hier... Ja, kijk, dit is het. Hierboven, hier zie je dat daar wat viezigheid op de vloer ligt. Maar hij maakt het meteen schoon. Dus we zijn daarvan af. Ik kan met jou gaan traden en ik kan zeggen, ik ga mijn Coselite verkopen. Ik ga mijn Globalite... hij heeft geen credits meer daarvoor. We gaan hem gewoon helemaal leeg trekken. Zo. Ja, nou, nu ben ik rijk en hij niet. hier hebben we er heel veel van. Dat betekent dat wij dit gaan maken. We gaan dat even zetten op 30. Oh, 29. Nee, 30. Zo. 30. Is het echt zo moeilijk? Ja. Dus zijn die ook bezig. Hoe gaat het eigenlijk met ze? Zijn ze allemaal tevreden? Ja, ze zijn allemaal groen. En dat betekent dus dat ik even op save ga kijken. Poging 1, poging 2. En dit is YouTube. Want dat zijn jullie. Zo. Dan heb ik in ieder geval een save file. Nou kijk, hier is weer iemand. Dit is een groot schip. Het ziet eruit alsof ze veel geld hebben. En dat hebben ze ook. Oh, nee, dat is de verkeerde kant op. Ik wil het juist kwijt. Zo. Kijk. En hier kunnen we ook weer wat van kwijt. En dan heb ik nog meer geld. Ik denk... er komen geen nieuwe meeples bij. Dit is ook nog steeds locked. Ik denk dat dit een mooi moment is om even hiermee te gaan stoppen. En jullie hebben een beetje kunnen zien hoe het spel werkt. We hebben dus nog niet kunnen zien hoe deze skill tree werkt. Nou ja, hier kan je dus elke keer met researchers kan je dus mensen neerzetten. En die kunnen dan gaan onderzoeken aan deze tafel. En het wordt steeds groter. Het is nog in alpha. Ik kom er later nog een keer bij terug bij dit spel als ze wat verder zijn, als er wat meer in zit. Maar nu heb je in ieder geval een beetje kunnen zien hoe MeepleStory werkt. En het leuke is, er zit multiplayer in. Nou,
Oké, dat zeg ik verkeerd. Er komt multiplayer in en Yuvjani heeft het spel ook gekregen. Dus dan kan ik dit spel samen met Yuvjani gaan doen. Dan kunnen we samen, want het is co-op, kan je dan een hele grote basis waarschijnlijk maken. Of kan je of misschien allebei een basis dan gaan handelen. Dat weet ik niet hoe dat precies zit. Maar dat lijkt me in ieder geval erg leuk. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken naar Meeple Station. En nou ja, hopelijk ga ik hier binnenkort een keer weer mee verder. Tot de volgende keer. Doei doei!